Ik wilde jullie even deelgenoot maken van mijn dotpaint paasei. Het is paas en ik had zin om een ei te dotten. Simpel. Maar omdat een ei vrij steil is, bijna verticale randen heeft, moet de verf aan de zijkant vrij dik zijn. Daarom hebben die paarse dots flinke dikke punten. Niet helemaal zoals ik het wilde, maar ja. Zo gaat dat wel vaker met de kunst. Zoals jullie merken kan ik niet echt heel veel praten als ik dot, want het vereist nogal concentratie. Dat is ook waarom het zo rustgevend is. Heerlijk weer. En dan kom ik niet echt lekker uit. Maar ja, dan moeten we maar een beetje smokkelen. Gisteren natuurlijk de bovenkant gedaan, waardoor ik hem beter kan vasthouden. Nog een beetje geduld hebben. Ik ben benieuwd hoe die gaat worden. Doei!